De heer Rajan Jakari is vanmorgen benoemd en beëdigd tot brandweercommandant van het Korps Brandweer Suriname. De plechtigheden hebben plaatsgehad op het hoofdbrandweerkazerne aan de Gemeenlandsweg. Jakari heeft het roer overgenomen van commandant Cecile Waal, die de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt. De nieuwe brandweercommandant zei na zijn benoeming dat hij van plan is een structurele bijdrage te leveren aan de professionalisering van de brandweerorganisatie. Hij beloofde plechtig het door de regering in hem gestelde vertrouwen niet te beschamen. De samenleving en het brandweerpersoneel kunnen op mij rekenen. Meneer de president en overige aanwezigen. Het Korps Brandweer Suriname, KBS, is verantwoordelijk voor de brandweerzorg over het totale grondgebied van Suriname. Het is goed te vermelden dat met de ingebruikname van de hulppost de Bronsweg in het district Brokopondo in april 2015 de brandweer in alle districten vertegenwoordigd is. Het is mij een waar genoegen om vandaag de heer Rajan Jakari te feliciteren met dit heel mooi moment in zijn leven. Ik heb hem het afgelopen jaar leren kennen als een hardwerkende persoon met een flexibele persoonlijkheid en vooral iemand die zeer bedreven is om de mindshift te maken die vanaf mijn intreden is ingezet op het ministerie. Deze opdracht die hij van mij kreeg, de eerste opdracht die hij van me kreeg, was om ervoor te zorgen dat de brandweer bij elke brand maximaal binnen 6 minuten aanwezig moest zijn. En als we de berichten van het afgelopen jaar hebben gevolgd, hebben we kunnen merken dat het zeker voor 80% is gelukt. Ondanks de beperkte middelen die we hebben als korps. De bewindsvrouw haalde verder aan dat de brandweer heeft bewezen een veerkrachtige dienst te zijn die steeds verder is gegaan en nooit heeft geklaagd. President Desiree Bouterse bracht dank uit aan de ex-commandant Waal, die 41 jaar bij de brandweer heeft gediend. Het staatshoofd feliciteerde het korps met haar tweede brandweercommandant. De hoofdcommandeur Jakari is op 1 april 1984 in dienst getreden en heeft diverse brandweeropleidingen en managementtrainingen, etcetera, in Suriname en in het buitenland gevolgd. Hij heeft leiding gegeven aan diverse afdelingen binnen het korps. Hij heeft samen met zijn voorganger stage gelopen bij de brandweer in Nederland. Onder andere in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft zich met de nodige skills versterkt om deel uit te maken van de dienstleiding van het KBS. Vanaf 1 januari 2009... heeft hij gefungeerd als plaatsvervanger, commandant, brandweer. En ingaande 23 november 2015 is hij belast als waarnemend commandant, brandweer. Commandant Jakari is bekend als een persoonlijkheid die geen blad voor de mond neemt. Die gaat voor teamwork, flexibiliteit, wederzijds respect en die altijd een luisterend oor heeft. President Bouterse droeg het brandweerkorps op de nieuwe commandant te schragen en de gelederen te sluiten. Voorts vroeg hij de brandweermannen en vrouwen om Jakari volledig te ondersteunen. Het staatshoofd hield hen ook voor dat zij dappere lieden zijn die met gevaar voor eigen leven zich altijd inzetten voor de gemeenschap. Tegen de nieuwbakken brandweercommandant zei Bouterse dat hij voor de uitdagende taak staat om dit korps te leiden met inachtneming van de beleidsinzichten van de regering. Zijn hoofddoel moet zijn het zorgen voor optimale veiligheid van de samenleving.